Alles wat je moet weten over zwarte peper en piperine. Zwarte peper, een alledaags kruid met een rijke geschiedenis. Maar wat is zwarte peper precies? Het is de gedroogde en gefermenteerde vrucht van de peperplant. Het is de piperine die zwarte peper zijn kenmerkende scherpe smaak geeft. Maar wat onderscheidt zwarte peper van witte peper? In wezen komen ze allebei van dezelfde plant, maar het is het proces en het tijdstip van oogsten dat ze onderscheidt. Zwarte peper is veelzijdig en wordt wereldwijd gebruikt in gerechten om smaak en pit toe te voegen. Maar het is meer dan alleen een smaakmaker. De voordelen van zwarte peper omvatten het ondersteunen van de spijsvertering, pijnverlichting, het bevorderen van hart- en huidgezondheid en zelfs mogelijke cognitieve toepassingen. Het geheim achter veel van deze voordelen. Piperine. Dit molecuul verhoogt niet alleen de opname van voedingsstoffen in ons lichaam, maar werkt ook synergetisch met andere stoffen, zoals curcuma. Hierdoor is piperine ook populair geworden in de vorm van supplementen. In conclusie, zwarte peper is meer dan een eenvoudig kruid. Het is een krachtig middel dat kan bijdragen aan een gezonder leven, ondersteund door talrijke wetenschappelijke onderzoeken. Voeg dus gerust een snufje meer toe aan je gerechten.